Mike, verloren van Sparta, dat was even geleden. Wat is nou het meest vervelende, vroeg ik mij na afloop af? Dat jullie reeks doorbroken is of dat het vandaag ook niet helemaal liep zoals jullie eigenlijk de afgelopen weken wel konden spelen? Ja, ik denk dat tweede. Het ging gewoon vandaag niet goed. We waren overal een beetje tekort. Het ging niet zoals we wilden. Ik denk dat het meeste ons ergert, denk ik, vandaag. Hoe komt het dat het dan niet lukt zoals de afgelopen weken wel gelukt is? Ja, daar heb ik momenteel geen reden voor. Ik denk dat we de wedstrijd zullen bekijken en wel de oplossingen zullen vinden. Ik vind dat we geen slechte wedstrijd hebben gespeeld. Maar het kan altijd beter en zeker vandaag kon het veel beter. Wat maakte het vandaag dat je het geen slechte wedstrijd vond? Ja, omdat we toch kansen hebben gecreëerd. Dat we wel punten konden pakken vandaag. Ik vond de tegenstander ook niet zo zeer beter dan ons. Ja, dus ik denk dat we nog veel werkpunten hebben en dan wel punten kunnen pakken. Ik had namelijk zelf een beetje het idee, vooral in de eerste helft, dat het wat te traag ging. Dat jullie eigenlijk in de eerste helft, in de tweede helft wel wat meer gecreëerd hebben, maar in de eerste helft heel weinig. En dat Sparta eigenlijk ook nog gewoon vergeten is om de trekker over te halen. Want die hebben, als je de kansen vergelijkt, wel meer kansen gehad dan jullie. Ja, dat was zeker de eerste helft. Zat er geen beweging, precies geen energie. En het ging een beetje te traag, geen tempo in de bal. Tweede helft met goed energie van de kleedkamer uitgekomen. Hebben ook kansen gehad. Ja, ongelukkig hebben we niet kunnen afwerken. Maar ik denk het wel. Ze hebben ook slechte momenten kunnen kiezen. En ze hebben er niet van kunnen profiteren. Ik heb één moment gehad dat ik dacht, nu valt hij. Dat was in de blessuretijd, die scrimmage voor de goal. Het lukte uiteindelijk niet om erin te krijgen. Jij was toen volgens mij al het veld af. Ja, ik was er al af. Ik denk dat de wedstrijd een beetje voorstelt. Dat het net niet lukt. En het is echt spijtig. Nou kun je concluderen dat je de topwedstrijden gewonnen hebt thuis in de Goffert. Nu had je een keer een uitwedstrijd. Het was eigenlijk het moment geweest om ook definitief te kunnen laten zien dat jullie in de play-offs echt ook kansen hebben om wellicht nog voor een grote verrassing te kunnen gaan zorgen. Is dat nu wat getemperd na deze nederlaag? Nee, ik denk het niet. Maar kijk, die overwinningen thuis hebben heel veel deugd gedaan. Ik denk dat deze eerste uitwedstrijd en na die goede reeks wel ook heel veel deugd had kunnen doen. Maar ik denk, dit gebeurt nu eenmaal. Je moet gewoon blijven doorgaan en volgende wedstrijden thuis weer punten pakken. En dan alsnog op naar de play-offs, al zijn die gaatjes wel ontzettend klein, hè, op de ranglijst. Dat scheelt heel weinig. Ja, dat wel. Ontzettend weinig verschil. Heel weinig verschil. Ja, gaat heel snel. En ik hoop dat we gewoon elke wedstrijd goed kunnen winnen om meteen terug bovenaan te staan. Jack, ik vroeg net ook al aan Mike Trezore, Daishimiye, wat nou het meest vervelende is dat je vandaag verliest en daarmee de reeks is doorbroken. Dat goede gevoel dat er eigenlijk was. Of het feit dat vandaag gewoon niet het spel op de mat gelegd werd dat NEC wel kan spelen als je naar de afgelopen weken kijkt. Wat was voor jou het meest frustrerend? Nou, we hebben in de rust al gezegd en net ook na de wedstrijd dat het aan de bal gewoon net niet goed genoeg was. En dat de scherpte er voorin ook niet was. En kijk, je geeft een doelpunt weg en ook onnodig op dat moment. Je krijgt natuurlijk in de omschakeling op het eind krijg je nog één of twee kansen tegen. Maar ja, daartussenin denk ik wel dat we in de tweede helft het overwicht wat kregen, maar nog net niet goed genoeg waren. En ja, om dit soort wedstrijden dan te winnen, om dat goede gevoel door te trekken. Den Bosch, Go Ahead, Roda, noem maar op. Ja, dan had je hier vandaag door misschien nog wel een punt te pakken in de slotfase, had je dat goede gevoel in ieder geval vastgehouden. Ik heb wel tegen de jongens ook gezegd, laat je niks aanpraten, want we weten wat we kunnen. Deze wedstrijd hebben we dat niet laten zien. En voor ons is de zaak om dat te beginnen hebben tegen Jong Ajax weer op te pakken. En dat is komende vrijdag thuis. Er komt nu echt een jong reeks aan, zou je bijna kunnen zeggen, met die drie op een rij. Wat ik me wel afvroeg nog op basis van deze wedstrijd was, jij zegt die scherpte voorin ontbrak ook, weinig kansen gecreëerd eigenlijk als je het vergelijkt met de vorige wedstrijden. Is dan het codewoord ook meteen Ferdy Druijf? Nou ja, kijk, weet je, Ferdy is natuurlijk na de winterstop een belangrijke speler voor ons. Is het aanspeelpunt, gaat de strijd aan en we hadden verwacht dat vandaag op te lossen met Okita. Die had met Mike ook nog wel een vrije rol om in de spits te komen. Alleen, ik noem net de scherpte voorin, ja, die ontbrak. En ik denk dat we, zonder andere tekorten doen natuurlijk, met Ferdy wel een bepaalde vastigheid in ons team hebben die we de laatste weken hebben gehad. En dat je dan achteraf wel de conclusie kan trekken dat we hem hebben gemist. De scherpte voorin, zeg je. Het was ook wel een beetje de scherpte in paasjes. Was het plan om veel lange ballen te spelen over de verdediging heen om gebruik te kunnen maken van die snelheid? Want ik had ook daarin het gevoel dat die paasjes net niet helemaal lukten. Ja, nee, maar dat was ook dat was het plan met drie snelle jongens voorop. Wetende dat bij de laatste linie van Sparta is dat ze daar problemen mee hebben. En dat deden we. Alleen de paas was niet goed. En de keuze soms ook niet, want ja, we hadden 3-4 keer die lange bal gespeeld, die was niet goed, Sparta ging wat achteruit. Ja, dan ligt er juist ruimte om te voetballen.
aan de zijkant via Guus, tweede helft via Leroy. Nou, dan moet je daar wat meer gebruik van maken. En, ja, kijk, we hadden afgesproken dat we in ieder geval als we achter zouden komen de laatste kwartier met Joey in de spits erbij zouden gaan spelen om daarmee wat te gaan forceren. Achterop met drie man. Ja, daar kregen we dan nog wel wat. Van de laatste minuut? Ja, vooral in de laatste minuut wat gevaar. Het kwam uit de corner. Ja, als je die binnendrukt, dan pak je in ieder geval nog dat gelijke spel wat je dan graag hebt op dit moment. En dan was je tevreden geweest. En nu ja, zit je toch een beetje met een katergevoel. Je hebt de jongens ook gezegd, je laat je niks aanpraten. Dat moet je ook zeker niet doen, want je ligt volgens mij nog gewoon steeds op ramkoers voor die play-offs. Maar daarin is natuurlijk wel het onderscheid tussen de zesde plaats of hoger en vooral lager, wat je niet wil, zodat je een extra ronde moet spelen. Ja, nee, maar dat, kijk, we hebben nog steeds de focus op het behalen van de play-offs. En die eerste ronde, dat kan me eigenlijk geen reet schelen. Dat, als we moeten spelen, dan gaan we spelen. Dan blijf je ook in een bepaalde flow. Maar kijk, je wil dat het team groeit. En bij de groei van het team horen punten. En ja, dan zou je bij de eerste zes kunnen komen. Maar wij blijven focussen op het behalen van de play-offs.